De kinderen in groep 3 werken ook al met digitale hulpmiddelen. Ze werken al op de computer. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat de kinderen eigenlijk bewegend leren. En dat kan heel goed met de LU, omdat het heel interactief is. Kinderen zijn heel enthousiast en je kan het heel makkelijk met de groep samen doen. Tegenwoordig, kinderen zijn heel veel aan het videogamen. En door de LU brengt videogamen en sporten samen. Dus je bent eigenlijk aan het sporten terwijl je een spel speelt. En dat stimuleert de meeste kinderen om toch te gaan sporten. Het is beter dan een videospel. Je met vrienden bent, naast elkaar en zo, je kan bewegen. Je doet gewoon heel veel spelletjes. Sommige met een bal, sommige moet je dansen. Andere moet je met teams doen en met wedstrijden. Het is zeg maar gewoon een heel groot spel met allemaal spelletjes. Soms als ik de les aan het geven ben, dan kan ik niet stilstaan en dan moet ik ook met de kinderen meedoen. We hebben een speciale manier van werken. We hebben een redelijk innovatieve school, veel digitaal werken. En dat wil zeggen dat we een heleboel dingen klassikaal doen met kinderen, maar kinderen de gelegenheid geven om op andere manieren, op eigen niveau, zich te ontwikkelen. Want ik vind ook dat kinderen moeten bewegen en dat ze heel goed kunnen leren als ze dat bewegen doen. Ze zijn dan allemaal tegelijk bezig. En dat vind ik wel heel gaaf. De kinderen worden er enthousiast van. En als de kinderen er enthousiast van worden, dan word ik er zelf ook enthousiast van om die glimlach op de gezichten te zien. Ik vond dat leuk. Een 10. 9. Een 9. Een 10. Ik vind het gewoon leuk dat je verschillende spelletjes kan spelen.